Nieuwsupdate. John van der Brom gaat toch van Vitesse naar Anderlecht. Sterker nog, hij is vanmiddag al gepresenteerd. Moet ons rechtssysteem aangepast worden? Die vraag werpt het CDA op na vrijspraak in het Nijmeegse scooterdrama. De Alpe d'Huez beklimmen met zijn skelter. Dat is de droom van de 9-jarige Jason. Maar die droom gaat nu niet door. We hebben net gehoord dat het niet doorgaat, lieverd. Goedenavond, het nieuws van woensdag 30 mei. John van der Brom is vanmiddag gepresenteerd als nieuwe trainer van het Belgische Anderlecht. Van der Brom gaat weg bij de Arnhemse voetbalclub Vitesse, waar hij 1 seizoen trainer was. Aan de telefoon, daar is verslaggever Jan Sommerdijk, die bij de persconferentie was. Ja, Jan, van der Brom zou eerst in Arnhem blijven. Waarom is hij nu dan toch vertrokken? Nou, dat eerst in Arnhem blijven is al onzin. Er is vorige week een persverklaring uitgegaan van Vitesse. Daar wist Van der Brom helemaal niets van. Hij zei, ik ben daar gequote zonder dat ik er ooit wat over gezegd heb. En Jordania is ook gequote zonder dat hij die uitspraken gedaan heeft van John is de man van Vitesse. De waarheid was heel duidelijk. Jordania wilde van John van der Brom af. En dus is Van der Brom uiteindelijk toch weer met Anderlecht gaan praten. Want de situatie tussen beiden was onhoudbaar. Een paar maanden geleden verloor Van der Brom heel veel. En toen wilde Jordania hem al ontslaan. Het was gewoon een totaal onhoudbare situatie waardoor John van der Brom eieren voor zijn geld heeft gekozen. Ja, het is natuurlijk dan geen straf om bij een club als Anderlecht terecht te komen. Een hele grote club in België, de topclub en ook een voormalige Europees grootmacht. En Van der Brom kan natuurlijk, als hij de voorronde van de Champions League overleeft, met Anderlecht de Champions League gaan spelen. Hij heeft een geweldige selectie tot zijn beschikking in het moderne Brussel. Dus het is geen straf om bij Anderlecht terecht te komen voor Van der Brom. Maar de manier waarop hij bij Vitesse weggaat, alleen vanwege Jordania, dat vind ik heel pijnlijk. En ook bij Vitesse, dan wel even prettig. Dit feestje in Stadion Gelderdoom is nog maar 10 dagen geleden. Voor het eerst in 10 jaar plaatste Vitesse zich weer voor Europees voetbal. Volgens spelers en supporters had Van der Brom daar een grote rol in. Ik denk dat we heel veel aan deze trainer hebben te danken. Ik vind het heel erg jammer. Hij spreekt in de pers uit dat hij een geel-zwart hart heeft. En ja, toch vertrekt hij. Maar ik vermoed wie de centen heeft, die bepaalt. Jordania. Ja. En Vitesse zou al een opvolger in gedachten hebben. Voormalig PSV-trainer Fred Rutten. Ja, we blijven nog even bij de trainers die komen en gaan. Want ook de Graafschap presenteerde vanmiddag een nieuwe trainer in Doetinchem. Pieter Huistra. Afgelopen seizoen nog ontslagen bij FC Groningen. Pieter Huistra is op de bank bij de Graafschap. In een genoeglijk onderrondje met voorzitter Clemens Ros van Dorp. Misschien wel babbelend over zo snel mogelijke terugkeer naar de Eredivisie. Ja, natuurlijk, dat blijft de grootste doelstelling natuurlijk. Even daarvoor tekent de 45-jarige Huistra een 1-jarig contract bij de Graafschap. Van de directeur ontvangt hij dan nog een passend presentje. Ik heb nog een kleinigheidje voor je. Heel veel succes. Oké, dankjewel. Is het mijn maat? Als het goed is wel. Ja, ik ze zeker uit. Maar behalve zo hoog mogelijk eindigen, wil de nieuwe trainer meer laten zien. Er moet een spektakel komen hier in het stadion. Het stadion willen we graag weer vol spelen. De mensen moeten trots zijn op de club hier. En dan die missie begint Huistra woensdag 27 juni. Dan is de eerste training. Door een ernstige aanrijding bij Stadion Gelredome in Arnhem is de A325 vanaf het Nijmeegse plein in de richting van Nijmegen aan het eind van de middag enige tijd afgesloten geweest. Bij het verkeersongeluk waren een bestelauto met aanhanger en een personenauto betrokken. 2 inzittenden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de aanrijding is nog niet bekend. Het CDA in de Tweede Kamer vraagt zich af of het rechtssysteem in Nederland moet worden aangepast. Dat zegt de partij naar aanleiding van de uitspraak in de zaak van de Nijmeegse scooterdrama. Het gerechtshof sprak de 2 mannen vrij die in 2010 op de vlucht voor de politie met hun scooter een voetganger doodreden. De verdachten zijn vrijgesproken omdat het niet duidelijk is geworden wie er heeft gereden en wie er achterop zat. Beide verdachten wijzen naar elkaar. Het nieuws van de vrijspraak zorgt voor veel discussie en wordt zelfs opgepakt door de landelijke media. 2 verdachten in de Nijmeegse scooterzaak zijn vrij, na een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. Ook de kranten staan er vol van en boze reacties stromen binnen. Het Openbaar Ministerie noemt de dubbele vrijspraak zeer teleurstellend en heel onbevredigend. Zeker voor de nabestaanden van het slachtoffer. Burgemeester Bruls van Nijmegen kan zich dit heel goed voorstellen. We hebben in Nederland onafhankelijke rechtspraak. Dat is te respecteren en we moeten vertrouwen hebben in de rechtsstaat.
Dat neemt niet weg dat dit ongetwijfeld geen recht doet aan het rechtvaardigheidsgevoel van de familie en nabestaanden, maar ook niet aan dat van veel Nijmegenaren. Het Openbaar Ministerie bekijkt nu of er mogelijkheden zijn om in cassatie te gaan. Het CDA in de Tweede Kamer is hier blij mee. Ik ga eerst kijken, zo hoort het als Tweede Kamer, wat de hoogste rechter ervan vindt. Zolang iets onder de rechter is, moet de Kamer zich wat terughoudend opstellen. Maar als de Hoge Raad nou zegt, we kunnen hier niets aan doen, we weten niet wie heeft gereden. Dus er is iemand doodgereden zonder dat er iemand voor aansprakelijk gesteld kan worden. Dan vind ik dat de Kamer aan zet is en dan zal ik kijken hoe mijn wetsvoorstel eruit moet zien. Het Openbaar Ministerie heeft 2 weken de tijd om te beslissen of het in cassatie gaat. In de regio Barneveld-Nijkerk komt een speciale dieetkliniek voor kinderen met ADHD. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 60% van de kinderen met ADHD een voedselallergie heeft. Met een strikt dieet komen de kinderen van hun klachten af zonder dat ze medicijnen gebruiken. Dit is Ivo Kroon uit Est, Bommelerwaard. Ivo heeft ADHD, maar hij is inmiddels van zijn klachten af door het Restricted Elimination Diet, RED. Een jaar was er voor nodig om uit te zoeken waar hij allergisch voor is. Ivo reageert vooral op peren, citrusvruchten, cacao en kaas. Als ik allergisch voel, krijg ik buikpijn, agressief van. Van gewone kaas eten? Ja. Wat gek. En hoe ontdekte jij dan dat je er agressief van bent? Nou, dan luister ik altijd niet en altijd na school krijg ik altijd heel erg last van mijn buik. Een dieet zorgt ervoor dat Ivo weer zonder ruzie een potje kan voetballen. Zijn ouders die wilden bewust geen medicijnen. Het verdooft. En het is ook een, ja, het gaat richting een opiaat op. Het kan verslavend zijn. Dus ja, als je naar al die bijwerkingen kijkt, dan vroegen wij ons af. Wij hebben thuis niet zoveel last van de bijwerkingen van ADHD. Maar verwachten wel dat hij heel veel last zou krijgen van de bijwerkingen van de medicijnen. Dus dan ga je op zoek naar een alternatief. En voor dat alternatief kwamen ze terecht bij dokter Lidie Pelser. Zij promoveerde in Nijmegen op een onderzoek waarin zij aantoont dat ADHD en voedsel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Inmiddels is er een jaar wachttijd. En om meer kinderen te kunnen helpen, opent Pelser nieuwe klinieken in Haarlem en Barneveld. Dit is overtuigend bewezen. Dit is gewoon zoals het is. ADHD kan door voeding komen bij veel kinderen, net zoals eczeem, net zoals astma. Er is een oorzaak die we kunnen vinden. En dan moeten we dat ook niet nalaten om te doen. En straks in ons achtergrondprogramma in Gelderland meer over eten en ADHD. Opgeven is geen optie. Dat is de lijfspreuk van de deelnemers aan de Alpe d'Huez. Met de jaarlijkse fietstocht wordt geld ingezameld tegen kanker. Opgeven is ook geen optie voor de 9-jarige Jason Veenendaal uit Ede. Hij wilde dit jaar met de skelter de bergen op in plaats van met de fiets. Maar dat mag niet. Maar Jason laat het er niet bij zitten. De Alpe d'Huez beklimmen met zijn skelter, om ervoor te zorgen dat die rotziekte verdwijnt. Dat is de droom van de 9-jarige Jason. Binnen zijn gezin is er een boel gebeurd. Ik heb op dit moment mijn vrouw heel erg ziek. En ik ben zelf ook mijn moeder verloren, zijn oma. En zijn moeder is ook overleden voor een klein jaar geleden. En, allemaal aan die rotziekte. Een aantal weken geleden hebben ze van de organisatie van Alpe d'Huez te horen gekregen dat ze niet met de skelter de berg op mogen. Ze bedachten een ludieke actie voor de dag voor het evenement om alsnog met de skelter de berg te beklimmen. Maar ook daar kwam vandaag een einde aan. Nee, ik heb net begrepen dat er technische mankementen aan zijn. En, ja, dat is natuurlijk een enorme teleurstelling. En, ja. Misschien wordt die nog gemaakt. Ja, we hebben net gehoord dat het niet doorgaat, lieverd. Vader en zoon geven niet op. Ze gaan gewoon door. Hals over kop hebben ze nog fietsen kunnen regelen om alsnog aan de Alpe d'Huez mee te doen. Dus we gaan gewoon lekker met de fiets. Hè? Drukte in de dierenopvang. Niet omdat mensen op vakantie gaan, maar omdat dieren er met dit warme weer zelf op uittrekken. Zometeen meer. Bureau Jeugdzorg stelt een intern onderzoek in na de brand vorige week in een woning in de Nijmeegse wijk Hatert. Een 10 maanden oude baby overleed dit weekend aan de verwondingen die hij bij de brand opliep. 2 van de 3 kinderen van het gezin stonden onder toezicht van Bureau Jeugdzorg. Het vernielde beeld The Lazy King in het Arnhemse park Sonsbeek is weggehaald. Het beeld dat in het gras bij de Witte Villa lag, werd afgelopen weekend onthoofd. Eerder was het kunstwerk al in brand gestoken. De gemeente kocht het beeld van de Franse kunstenaar Alain Sejat na de beeldententoonstelling in 2008.
Er wordt nog onderzocht hoeveel het kost om het beeld te restaureren. De BMX'ers Jelle van Gorkum uit Lichtenvoorde en Twan van Gent uit Velddriel die mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Londen. Van Gent kampt nu met een schouderblessure. Van Gorkum is herstellende van een zware val waarbij hij onder meer gebroken ribben en een hersenschudding opliep. Beide hopen op tijd fit te zijn. Schoonmaakbedrijf Ruvo in Didam is failliet. Alle 70 medewerkers staan op straat. De directie wijst de crisis aan als oorzaak. Het bedrijf kwam in de problemen doordat klanten de rekeningen niet konden betalen of zelf failliet gingen. De provincie Gelderland steekt 5 miljoen euro in de aankoop van het terrein van de voormalige Berghuizer papierfabriek in Wapenveld. Het bedrijfsterrein van ruim 12 hectare wordt omgevormd tot natuur. De Berghuizer papierfabriek ging begin 2008 dicht. De politie waarschuwt voor pleisterverkopers op de Veluwe. In een week tijd zijn er op 3 plekken mensen die de dupe geworden zijn van mannen die aan de deur pleisters voor het goede doel kwamen verkopen. Als bewoners zeiden dat ze geen kleingeld hadden, boden de verkopers aan het geld te wisselen. Ze namen het geld aan, maar kwamen niet meer terug. De Appeldijk tussen Tricht en Beest wordt autovrij. Fietsers en voetgangers krijgen voortaan alle ruimte op de dijk. Er is jarenlang gediscussieerd over de afsluiting. Verkeersborden werden uit de grond getrokken en wegversperringen weggehaald. Er komen nu fietssluizen en stevige hekken die niet makkelijk te verplaatsen zijn. Een man die tussen Tiel en Beneden-Leeuwen betrapt werd op veel te hard rijden, had een opvallende verklaring voor zijn rijgedrag. Hij zei tegen de politie dat hij snel naar zijn werk wilde omdat hij buikpijn had. De man raasde gisteren met 166 km per uur over de Willem-Alexanderbrug. Daar mag maximaal 100 worden gereden. De man heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Het is topdrukte bij wildopvang Noach in Halle. Veel vogels, maar ook eekhoorntjes, een jonge vos en zelfs 3 reekalfjes zijn de afgelopen dagen binnengebracht. De massale toestroom van dieren is vooral te wijten aan het warme weer. Maar liefst 200 dieren worden er momenteel verzorgd door Petra en Toon van dierenopvang Noach. En dat zijn niet alleen veel jonge vogels en konijnen, maar ook dit jonge reekalfje. Dit kalfje? Die is, de moeder is doodgereden en toen zijn ze de volgende dag gaan zoeken. En de boswachter in dat gebied heeft contact met ons opgenomen en zo is hier terechtgekomen. En zo heeft elk dier in de opvang een eigen verhaal. Zo heeft dit eekhoorntje een gebroken pootje. En het kleinste kalfje, zeg maar wat je ziet, die hebben kinderen helaas zomaar meegenomen. Want ze vonden het zo schattig. En daar zit ook meteen het grote probleem. Want veel dieren komen onterecht in de opvang doordat mensen denken dat er iets mis is met het dier. Maar het is niet zo dat je altijd in moet begrijpen. Eindelijk zo min mogelijk. Hè? Dus, en anders bel eerst een opvangcentrum om te overleggen of het ook daadwerkelijk nodig is. Want als je ze al meegenomen hebt, ja, dan kan het terugzetten, kan niet meer. Anders dan bij een gewoon asiel worden bij dierenopvang Noach alleen maar wilde dieren opgevangen. Wel 4000 per jaar. Wat begon als een hobby is uitgelopen tot meer dan een dagtaak. Toch blijven de dieren maar tijdelijk in de opvang. Zodra ze gezond zijn, worden ze weer vrijgelaten in de natuur. Wees voorzichtig in de buurt van eikenbomen, want de eikenprocessierups is er weer. Het beestje kan allerlei gezondheidsklachten geven. Zeker nu de rups ook nog eens nerveus is. De laatste tijd was het warm en dat is te zien aan de groeispurt van de eikenprocessierups. De beestjes zijn nu in het stadium dat ze hun brandharen verliezen. En die haren veroorzaken irritatie aan adem- en luchtwegen en ontstekingen en jeuk bij de mens. En de rupsen zijn ook nog eens nerveus. Nou, ze zijn wat onrustig. Dus je ziet ze echt nogal met de kop heen en weer gaan. En dat betekent dat ze makkelijker hun brandharen loslaten. Om de eikenprocessierups in een vroeg stadium te bestrijden, hebben diverse gemeenten preventief de bomen bespoten met een dodelijke bacterie. Maar nu nog spuiten heeft geen zin. Nu moet je ze gaan wegzuigen, want als je nu gaat spuiten met een flinke hoge druk die bacteriën in de boom schieten, dan verwaai je die brandharen ook en dat moet je nu zien te voorkomen. Op tijd bestrijden is sowieso goedkoper dan achteraf de eikenprocessierups uitroeien. De gemeente Ede is daarom op tijd begonnen. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bestrijden. Hebben zelfs in de nachtelijke uur doorgewerkt om er zoveel mogelijk bereik te hebben. De laatste jaren zijn er steeds meer eikenprocessierupsen bijgekomen. Of die trend zich dit jaar ook voortzet, is nog afwachten. En dan gaan we naar het weer. U krijgt het van Margot Ribberink.
Opnieuw een aardige dag vandaag met zonneschijn en een mooie zonsopkomst in Buurmalsen met bloeiend gras. Heel vervelend overigens voor al die hooikoortspatiënten. En dat zijn er nogal wat. Graspollen. En die graspollen die zullen morgen door buien even worden weggespoeld. En dat betekent eventjes weer vrij kunnen ademhalen. Het heeft ook zijn voordelen. Nou, vandaag hadden we te maken met bewolking die met name vanuit het noordwesten over het noorden van ons land schoof. Vanuit het westen komt er ook bewolking aan. En tezamen leveren dat morgen een bewolkte dag op met vooral in de ochtend een flink aantal buien. Vandaag had vooral het noorden van Gelderland last van wat wolkenvelden. In het midden en zuiden scheen de zon volop en werd het toch nog zo'n 20 tot 21 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht zijn dit de minimumtemperaturen. Het is lang droog met misschien een paar mistbanken en later in de nacht volgen de eerste buien vanuit het westen en die spreiden zich dan morgenochtend naar het oosten uit. Het is echt wel even parapluën regenpakken weer. Het is wel zo dat de meeste buien in de loop van de middag naar het noordoosten gaan wegschuiven en het eerst droog gaat worden in het westelijk rivierengebied. En misschien dat daar nog heel even het zonnetje gaat doorbreken. Maar in de rest van Gelderland is er morgen weinig ruimte voor de zon. Temperaturen iets lager dan vandaag. 17 graden nabij de randmeren. 20 in het westelijk rivierengebied bij een matige westelijke wind. Maar na morgen wordt het echt jassenweer. 14, 15 graden. Veel te koud voor de tijd van het jaar, maar het weer valt wel mee. Af en toe valt er een bui of wat regen. Meestentijds is het droog met wolkenvelden en zonneschijn. En tot zover het nieuws, de hoofdpunten. John van der Brom is gepresenteerd als trainer bij Anderlecht. Hij is slechts één seizoen trainer geweest van de Arnhemse voetbalclub Vitesse. En Jason van Negen wilde met de Skelter de Alpe d'Huez op voor het goede doel, maar dat mag niet. Maar hij laat het er niet bij zitten. Dat was het TV Nieuws. Meer nieuws vindt u op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.